Waardoor zijn de IJsselmeerziekenhuizen failliet gegaan? Het definitieve antwoord op die vraag laat waarschijnlijk nog lang op zich wachten, maar een belangrijke aanwijzing is er nu wel. Onderzoekscollectief Follow the Money ontdekte dat de ziekenhuizen maandelijks forse bedragen hebben uitgegeven aan medicijnen die ze niet vergoed kregen. Het gaat om medicijnen, het gaat om chemokuren die het ziekenhuis uit Duitsland afnam en die zij niet meer konden declareren bij zorgverzekeraars per 1 januari 2017. Dat werd een probleem, want het zijn dure medicijnen. En dan moet je denken aan een paar ton per maand. Die ze niet van de zorgverzekeraar terugkregen? Nee, nou was het wel zo dat ze die voorgeschoten kregen door een aantal zorgverzekeraars. Maar als je dan vervolgens niet een factuur kunt inleveren, dan wordt het een schuld bij de zorgverzekeraar. En zo is die schuld bij zorgverzekeraar Achmea bijvoorbeeld opgelopen tot iets meer dan 3 miljoen euro. En dat was uiteindelijk de helft van de totale schuld die het ziekenhuis bij de zorgverzekeraar had. Loek Winter en ziekenhuisdirecteur Tim Rodaan richtten in 2012 een Nederlandse vestiging op van Zito Service, het Duitse medicijnbedrijf waar ze de medicatie inkopen. Doel is om in Nederland andere ziekenhuizen als klant te werven. Het is zo dat niet alleen bestuurder Loek Winter, maar ook Tim Rodaan, dat die natuurlijk twee petten op hadden eigenlijk. Nou was dat voor 2017 niet per se een probleem. Toen zou je nog kunnen zeggen van de belangen van die twee bedrijven, het ziekenhuis en het bedrijf, zouden in principe nog hetzelfde kunnen zijn. Maar na 1 juli 2017 waren die belangen natuurlijk tegengesteld. Want voor het ziekenhuis was het heel risicovol en kostbaar om deze medicijnen te blijven afnemen. En voor Zito Service was het natuurlijk juist wel van belang dat ze leverancier bleven. Ja, en ik praat hierover verder met verslaggever Koen Peters. Koen, wat zeggen Loek Winter en de andere oud-bestuurders hier nou over? In eerste instantie zeiden ze niks, want dit artikel is vorige week al voorgelegd, weet ik van de journalisten. Toen hebben ze aangegeven, we gaan er niet inhoudelijk op in. Deden ze vandaag alsnog, na de publicatie. En toen zeiden Loek Winter en de andere oud-bestuurders, ja, wij herkennen hier eigenlijk niks in. Wij nemen hier afstand van. Het klopt niet dat wij die dubbele pet hebben opgehad. Ze erkennen wel dat er inderdaad een meningsverschil was over de vergoeding van die premies. Maar ze geven aan, daar waren we over aan het praten. En wij denken dat we daar wel uit zouden zijn gekomen. Eigenlijk alsnog komen, maar goed, ja. Het ziekenhuis is failliet. Als het gaat om die connectie met dat bedrijfje, dat Zito Service. Ja. Zij zeggen dat Nederlandse Zito Service BV, dat wij hebben opgericht, stond echt volledig los van die Duitse club. Dus het was niet zo dat wij namens het ziekenhuis zaken deden met onszelf. Nee, dat deden we met Duitse Zito Service en de Nederlandse BV die hadden wij opgericht. Omdat wij dachten, dit is gewoon een goed idee om in Nederland uit te rollen. En wie heeft er dan gelijk? Ja, wist ik het maar. En dat is lastig. Kijk, een curator die doet daar ook onderzoek naar. Die kijkt bij een faillissement, is er iets geks gebeurd qua financiën? Maar goed, die heeft wel even andere zaken aan zijn hoofd. Die heeft natuurlijk nu maar één ding voorop staan, dat is de doorstart van die ziekenhuiszorg in Lelystad. Daarbij was ook de minister betrokken. De minister moet ook, vindt de Tweede Kamer, goed gaan kijken naar die financiën. Goed, de minister die is ook bezig nu met het overeind houden van die zorg in Lelystad. Want daar ging hij gisteravond bijvoorbeeld op bezoek. Het is stapje voor stapje werken. Het is een ongelooflijk moeilijke puzzel die moet worden gelegd. Maar daar maak ik me sterk voor. Maar is dat nog wel steeds de inzet om naast die basiszorg ook die spoedeisenhulp en acute verloskunde hier te behouden? Dat is de maximale inzet. Zeker, daar blijft hij ook op gericht. Ja. Want toen u hier naar binnen ging eerder vanavond, toen leek het alsof u die toezeggingen die u eigenlijk aan de Kamer deed, iets afzwakte. Dat het er toch misschien wat minder rooskleurig uitziet voor het ziekenhuis. Nou, de maximale inzet is en blijft erop gericht. Daar ben ik hier voor. Daar zal ook niemand die hier binnen is geweest zal eraan hebben getwijfeld. Maximaal die inzet op de drie vormen van zorg zoals ik die met de Kamer heb gedeeld. En die is nog steeds reëel, die inzet? Maximaal de inzet daarop blijven richten. Dat is waar ik naar streef. En daarover aan de Kamer melden hoe ver ik ben gekomen op woensdagavond. Ja, Koen, meer dan 10 gegadigden zijn er voor overname van de ziekenhuiszorg in Lelystad. Vertelde de minister gisteravond ook nog. Betekent dat dan dat de curatoren in een soort van luxe positie verkeren waarbij ze gewoon kunnen kiezen? We kennen de inhoud van die plannen niet.
Kijk, we weten van een aantal die naar buiten zijn getreden, bijvoorbeeld het Sint-Jans al, dat ze zeggen van ja, basiszorg in Lelystad, dat zien we wel zitten. Maar waar het net over ging, die acute verloskunde en spoedeisende hulp, dat ze daar niet zoveel brood in zien. Kijk, het kan best zijn dat er inderdaad iemand zegt, we willen het allemaal gaan doen. Ja, dan heeft de minister en heeft het ziekenhuis en heeft Lelystad geluk. Maar voor hetzelfde geld zijn het allemaal partijen die slechts een deeltje van de zorg willen doen. Dus ja, als je de minister zo hoort, dat wordt nog denk ik best wel een lastige zaak. Dat er iets aan zorg in Lelystad overeind blijft. Ja, daar durf ik mijn geld onderhand wel op te zetten. Ja. Maar of het ook echt dan die acute verloskunde en spoedeisende hulp ook is, ja, dat wordt nog een lastige. Ja, en die spoedeisende hulp die was er tot voor kort natuurlijk nog wel, maar sinds afgelopen nacht dicht. Hoe is dat gegaan? Ja, en alleen 's nachts dicht. Hij is vanochtend weer gewoon open gegaan. Nou, we hebben begrepen dat er afgelopen nacht geen grote incidenten, of eigenlijk helemaal geen gekke dingen zijn gebeurd. Dat het allemaal gewoon goed gegaan is. Maar toch is het zo dat de huisartsen die daar ook zitten zich wel ernstig zorgen maken. En ook een aantal maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat het de komende dagen gewoon goed blijft lopen 's nachts. Luister maar. Voor ons is een groot probleem dat wij als huisartsen hier 's nachts eigenlijk alleen dienst doen. Met een chauffeur voor het gebied van Lelystad en Dronten. En dat wil dus ook zeggen dat je soms weg bent om een visite te rijden. Bijvoorbeeld in Dronten. En dan moet je daarna weer terugkomen. Dus dan is de post eigenlijk onbemand. En tot nu toe werd dan de ruimte opgevuld door de mensen van de spoedeisende hulp. Die dan de huisarts eigenlijk even te hulp kwamen om dat gat te vullen. Zeg maar. Nou, dat missen we nu. En daar zijn we bezig samen met de curatoren en Zilveren Kruis en alle andere partijen om daar een oplossing voor te vinden. Dat er in elk geval een permanente aanwezigheid voor de nacht is. Want het kan zo zijn dus, op het moment dat iemand hier aan de deur zich meldt, dat er dan alleen een portier zit en verder niemand met de medische kennis. Als we niks doen, zou dat kunnen zijn. En dat willen we dus juist voorkomen. En wij vinden, ik ben naast huisarts ook verantwoordelijk hier voor de huisartsenpost, dat we eigenlijk niet daarop aan moeten laten komen en dat we dat eigenlijk nu moeten regelen. Ja, Koen, de dag van morgen wordt genoemd als een belangrijke dag waarop meer informatie, belangrijke informatie verwacht wordt over een eventuele doorstart. Wat zijn jouw verwachtingen? Afgelopen dagen kwam het een beetje naar voren als zijnde woensdag is echt die day voor de ziekenhuizen. Maar daarvan zeggen alle woordvoerders bij het ziekenhuis, bij het ministerie, dat is niet zo. Woensdag wordt een dag waarop we de Tweede Kamer gaan informeren, waarop er weer een volgende stap eigenlijk gemaakt moet worden. Dat er meer duidelijkheid moet zijn over die overnamekandidaten, maar een echt uitgewerkt plan, dat kan nog wel eens weken gaan duren. Dus verwacht niet dat morgen aan het eind van de dag er witte rook is en we weten waar we aan toe zijn. Goed. Koen Peters, dankjewel.